Want proof Ford EcoSport is on your side? The all-new Ford EcoSport. Convenience on your side. Ik denk dat we alles hebben. Dus, nu is het. Dwight, heb je er even gezien? Ga gewoon 100 SRD vandaag winnen. Ik ga je wezen dat Ready Doti is. Via Powaka ga je naar Ready Doti. Via Powaka 100 SRD Itakita. Oké. Ik krijg 100 SRD van je. Nee, wacht, stop. Ananas. Wacht even. Ga achter. Wacht, nasi. Oh. Ja, Powaka is vol met nasi. Serieus? Ananas bedoel ik. Oh. Sorry, net vragen welke Japaner hier zijn. Nee, het is ananas. Oké. Goeiedag. Wat maakt die vrouw dan? Oh, ze kan niet, ze praat niet. Okay. Oh, 20 SRD. 20. Zo, dat hoor je. Dan heb je mooi. Ik wist het wel. Ik heb mijn barkje toch even dit. Ik heb mijn barkje dadelijk. Dat is bomba dan. Ja, dat was daar. Dit. Wat? Oké, thank you. Thank you. Ik hoop dat ze lekker zijn. Het ziet er lekker uit. Maar kleurenverschil. Geel, oranjeachtig. En die is het groen of alipik. Dus van ananas, ik weet het echt niet wanneer het. Want ik wil, dat wilde ik daar eigenlijk vragen. Wat het verschil is. Wanneer je hoe je het ziet. Dat het reep is. Hoe vind je nou Ingi? Saka lekker uit. Hey, want het is ananas. Maar nu precies, ik weet dat nooit van ananas. Wanneer het geschikt is om gesneden te worden. Ai. En wanneer ze het moeten oogsten. Maar middelen van bestaan hier in dit gebied is meestal cassave, aardvruchten toch? Ja, maar nu ook ananas toch? Ananas. Nu doen ze ook ananas toch? Ja. Er is een ananasfabriek hier hè? Ready Doti, Peopaima Barki. Jutak Ready Doti deja? Rey. A Barki, dat mi wan meka Barki dat boy.
Dus kijk, aan de overkant heb je Redidoti. Hier. Daar aan de overkant. Vroeger was deze brug was er nog niet. Dan kon je met de boot, je pakt de boot hier, veerboot of veerboot, en dan zet je aan de overkant. Maar deze brug is toch kapot? Is nu kapot. Is heb je wang, een botomang, bedroegen we niet die, en man kan broodje panja. Toch? Dus ze hebben die wat brug verplaatst, kijk. En dat is die brug, die nieuwe brug. Oh. Dus daarover gaan we naar Redidoti. Dus mijn 100 SRD. No. Temi Dora Redidoti, dat met je. Wat is je naar Bribi? No, minus je Redidoti. Serieus? Nou, wat er met je dan? No, dat is nog Redidoti. Oei naar Bribi? No. Temi je Redidoti, dat je kiezen. Oké, dan gaan we naar daar. Mi abarki mo pune anu tide. Ja, grapje met je. Redidoti mi wanchi. Oké, kom. Sorry, Redidoti. Mi shambaro ki kwa. Abarki kom. Kore mi mangere kugo na brochi. Zo, Sanskrit drape. Lees Sanskrit drape even, Jimmy. Lees Holy even. Clinic Redidoti of Yehuda Savana. Pijltje, sorry. Sanja, roos. Nee, even. Nee, wacht, waar misschien... naar wees dat pijltje? Even, Sanskrit drape, Biggie. Yehuda Savana. No, in hem lees. Lees dat look toe. Give me a bar, give me 100 SRD. Ik win. Give me 100 SRD. Ik ben zo met je, toe stop drape. No, ik ben blufsen net toch? Nee, ja, let ja, ik win. Oké, geef het nu toe. Ja, ik geef het. Oké, via Powaka. Je door Redidoti. Onthoud dat goed. Ja. Rij nooit door deze abort Powaka Skrifi. Ja? Ja, let. Oké, dankjewel. Waar ga je? Daar is dat resort. Waar is het resort? Waar we gaan logeren. Hoe heet het? Jouw de Safana bedoel je? Ja, Jouw de Safana resort. Maar laten we eerst gaan kijken als de kapitein van Redidoti. Oh ja. Omtera, kapitein voor zich. Kan je nog wel kapitein? Ja, we maken vaak die fout. Ja, nee. Ik zou zeggen dat ik een Masia resort. Masia, we zijn een kapitein. Kapitein naar Boto. Dat is niet dat ik een kapitein. No. Even kijken als de kapitein. En ik heb met deze kapitein samen op school gezeten, hè, SPI. Ja? Ja, Leslie. Oké. Lesje, ook die lesje. Hier is een ouderlijke woning. Hier woont zijn moeder. En ik zie een pick-up dus uit Jesta Kaman. En dit is. Wie is dat, boy? Dit is niet daar, hè? Kapitein is aan druk, toch? Krabbo. Oh. Ja. Mag ik een stuk? Zo eten Indianen krab. Oh, en met van de tras. Met de hond dichtbij. Ja. Safado, uit de kip. Direct. Revo, dit is een echte krabbo. Kom, een reportage, no? Ja. Ja, mijn dokter moest je niet op mijn krabbo samen. Ja, je aanstaande schoolvader, hoor. Stiefvader, Stefan. Stefan. Maar we willen toch een beetje meer over Redidoti, want we hebben gelezen dat Redidoti, die mensen vragen zich af waarom die naam Redidoti. Ja. Is dat toch? Uh-huh. En hoe lees je dat van afstand uit de Mabesha Adoti? Ja, klopt. Dat het rood is. Ja. Is klopt dat? Ja, Redidoti. Je hoort de naam Redidoti, maar als je hier bent, zie je alleen massa van afstand. Dus men vraagt zich af hoe de naam Redidoti. Redidoti lag oorspronkelijk langs de rivier. Mm-hmm. En in vroegere tijden had je geen wegen, dus alleen maar via het water kon je Redidoti bereiken. Maar Redidoti lag op een steile oever met een rode kleur. Mm. Dus vanaf een afstand dan zag je al die rode kleur. Dus vandaar dat die naam Redidoti. En waar Redidoti nu ligt is nieuw. Redidoti lag oorspronkelijk iets zuidelijker, een kilometer iets zuidelijker. En daar is de bodem, dus ook rood. Dus, zand. Wat is de Nederlandse vertaling van Redidoti?
Rode aarde toch? Rode aarde. En dat LBB eigenlijk vroeg zoek gewoon ja? Ja, en later in de jaren 50, dan de man begint aan passie, LBB, en toen zijn die mensen dichter bij de weg komen wonen. Ja, dus zo. En dan had je die brug, je had eerst een veerboot. Ja, nabij Pierre Conrey, dus tussen Carolina en Pierre Conrey. Was er een veerverbinding. Ja, en toen had je die brug, de Manaka brug, Chupanya. Ja, ja. En toen is er een nieuwe brug hier. Klopt. Maar we hebben iets daar gezien, een grote kankantriboom. En we horen alleen maar verhalen over die boom. Ja, en Riffo begint vrede. Amantak, ik stap niet uit. Ja. Dingen we een paar shots daar nemen. Amantak, no. Wat zijn die verhalen, alle verhalen dat we horen over die kankantriboom? Nou, wij horen zelf ook allerlei verhalen van buitenstanders. Ik heb ook vernomen dus dat ten tijde van de opening van de brug, dat men bezig was met een drone daar, maar de drone kon niet dicht bij die kankandrieboom komen. En het moment dat je dan probeerde, dan viel die drone gewoon omlaag. Mm. Dus de mensen weten het zelf niet. Maar wij hebben geen last van die kankandrieboom. Wij gaan gewoon daar. Wij zijn van hier, het is ons gebied en het is in principe ons oud jachtgebied, maar nu kunnen we daar niet meer jagen. En we hebben helemaal geen last van die kankandrieboom. Maar Riffo, kijk dit toe ananas even, want ik vertel je wat verschil. Kijk dit toe ananas even, want bij ananas dat passie, maar we weten niet welke groen is, welke rijp is. Maar met jou, want dat is deze groen, is het waar? En dit is bomenrijp, maar je ziet duidelijk dat hij asombroming. Oh. Ja, dat lijkt het alsof het super geel is, maar asombroming. Oh. Dus het is niet echt rijp, maar deze is wel rijp. Oh. Ja. Maar hoe kan je zien dat het rijp is? Nee, ik weet niet hoe je het aan de hoe kleur... ik je moet uitleggen, maar ik weet het precies toch. Maar dus waar zie je het? Is het ik kan kleur... het hier zien, dus het wordt ietsje lichter. Op de onderkant? De onderkant. Mm. Ja. Oké, okay, maar wanneer is het ready om te oosten? Hoe zie je dat? Dus nu, volgens de procedure nu van onze fabriek, oogsten we groene ananassen. Dus geen rijpe ananassen. Oké, okay, maar normaal. Normaal is wat de klant vraagt. Soms willen ze bomenrijp, soms helemaal geel. Dus wat de klant vraagt, dus dan speel je daarop in. Mm. Ja. Mm. Maar behalve... De kapitein hier heb ik vernomen, is er ook een basha? Ja. Of zijn er meerdere? Meerdere. We hebben vier bashas, dus waaronder een vrouw. Een vrouwelijke bashas. En wat is het werk van de bashas? Het werk is, de kapitein geeft daar richtlijnen wat er precies moet gebeuren. En de bashas moeten uitvoeren. Dus ze zijn echte werkarmen van het dorpshoofd. Dus eigenlijk kan je zeggen, de kapitein is de president. En de bashas zijn de ministers. Zij voeren uit. Ja. Oh. Oké. Wanneer is Anna? Ik weet het niet. Die is een Die is van dingen. Milton. Milton, jij hebt hoofdbezoek. Van de Kino Koloog. Goeienavond. Gelukkig hebben we ook geen bank. En kijk, en dit is Milton. Deze man heeft de stad verlaten om helemaal. Hij woont niet op Ready Doty. En het is een vrouw, Sandra. Barcelona, daar is hij helemaal in trance. Nee, we zijn niet op Ready Doty. Hij heeft zijn eigen programma op de televisie toch? Ja, dus we zijn nu ook bezig met een nieuw programma, dat is Road 2. Rood. Weet je? Ja. We laten Surinamers Suriname kennen. Okay. Want we kennen ons land niet. Heel goed, heel verstandig. Ja. Dus dat maken we nu. Mm-hmm. En we hebben gemerkt, wat doet hij op Ready Doty? Zo ver van de stad. Ik ben een special guest nog dus. Ja. Je hebt ook bezoek. Ja toch. Ja. Kijk, deze meneer is met onze jeugd bezig momenteel. Dat weten jullie nu. Oh, okay. Hij is niet met alleen gynaecoloog, hij is ook een sportliefhebber en hij begeleidt onze jeugd nu op het ogenblik. Ja. Dus ik zou zeggen, praat een beetje met hem. Wat heb je allemaal te bieden? We willen ijs. We willen ijs hebben. Ijs heb ik niet. Ijs is Sandra. Heb je ijs? Ja.
We willen een borgo pakken. Ja. Heb je borgo? Nee, dat is Napoleon. Hier drinken ze Napoleon. Napoleon? Mogen we ook een bier? Hoeveel mensen zijn daar? Ja, dat is genoeg. Maar wij willen het niet, we willen het voor die gasten daar. Ja. Dus je mag hem openmaken en dan gaat hij ervoor. Ze verrassen. Ijs moet Milton pakken. Nee. Hey, hoor. Nee, ze man lacht niet net een bodyguard. Je hebt gehoord wat die cameraman, je hebt gehoord wat Milton heeft gezegd. Toch, waarom lach je nooit? Lach een beetje, Dwight. Lach een beetje, lach even. Schud even je lach. Schud even. Juist. Zijn we morgen om 6:30 zijn we hier. En dan gaan we naar een ananasveld. Met ja, Arno. Met Arno. Arno, oké. Okay. Oké, okay, prima. Na zo'n lange dag, ready doti, dan krijg je honger. En aangezien Revolino niet kan koken, heb ik mijn cameraman die heel goed is in het maken van pasta. Dat gaan we vanavond eten. Gevraagd Dwight om die pasta, me te helpen met die pasta, klaarmaken van die pasta. Vanavond wordt het gewoon een pasta Alfredo. Met hoe ga je doen dat wat je nu openmaakt? Die champions, aboy free hey. Fijne boter. Dan een marigold. Roomboter, 28 SRD. Ja. Ons ben je ijsa hoor. Met electronic stability control zorgt voor sublieme wegligging, ook met een zware trailer. De sterke 200 pk dieselmotor zorgt voor trekkracht als u die nodig heeft. De Ford Ranger heeft de best-in-class doorwaarddiepte 800 mm. De best-in-class ground clearance, het beste rijcomfort in zijn klasse on- en off-road. De Ranger is de enige met 7 airbags, de veiligste dus. De Ford Ranger is uit voorraad leverbaar bij de officiële Ford dealer SEMC Motors met 5 jaar garantie en top after-sales service. Kom langs bij onze showroom aan de Kernkampweg 36 voor een testrit in uw droomauto. De Ford Ranger, built to take on your world. Zeker zo. Serieus. Wow. Hoe heet deze groep?
Tapire nono ponokom. Hey! Tapire nono ponokom. Wat betekent dat? De trots van Redi Doti. Oh, okay. Wow. Nee, jullie zijn echt de trots van Redi Doti. Jullie ook ben. Zou op leid, ja. Na Aroka gedeelte. Akurubise play, Aroka na Akribise. Oh. Je begrijpt, omdat u Abim, u de Tujaso, ja, bij Aroka na Akribise. Ja, die is samen. Ja, dat is Suriname, hè? De Caraïbe en de Arawakos samen. Wonen samen hier op Redi Doti. Op Redi Doti. En ze spelen samen muziek. Ze hebben eerst Caraïbisch muziek gespeeld en daarna Arawak. Arawak. Oké, we zijn nog steeds in het dorpje Redi Doti. En vandaag gaat Arno ons naar een van de nasivelden brengen. Jonge ondernemer, vroeg om mating. Heb je ze op? Het was een beetje moeilijk voor jou om op te staan, hè? Heel moeilijk. Heel moeilijk. 6:30 staan ze op om hun... naar een kostgrondje te gaan. Ja. En vandaag gaan ze ons laten zien eentje die al helemaal beplant is en eentje die pas beplant is, toch? Ja. Oké. Dit is pas aangeplant en waar ga je ons nu naartoe brengen? We gaan nu naar een ander veld die al geplant is. Die al verder gevorderd is? Ja, verder gevorderd. Dus dat bij Woshi ananas? Ja, repen of groene. Plantjes ook. Oké, dan kan ik wel lukken. Oké, we zijn nu in een andere kostgrondje, ananasveld. Of we zijn nu in een ander ananasveld, maar... Hier zijn er wel met vruchten. Yes.
Juist, zo wordt het gedragen. Dan ga even gewoon in het veld. Kijk, eigenlijk mensen. Kijk, eigenlijk mensen moet je met een lange broek, een laars. Maar we kennen Rivellino. We hebben niet. Hij is bang, niet bang voor niets. Hij is bang voor niets. Dus Ik ben kapitein. Ja. Hij gaat dwars door die makas. Dwars door die makas gaat hij gaan oosten. Dwars door die makas. Alles het pijn. Urati. Isati. Yes. Yes, it is. Yeah. Put it up around here. This is a big old boy. Okay, I am. Ah, is it there? It's a red dude. Dit is een lekkere nasi. Hoi. Super heerlijke nasi. Zeg wat je wil, Rico. Hier is rustgevend. Helemaal. Zelf in die ananasvelden is het rustig. Is het rustig. We hebben een taktaki. En dus we hebben die ananasvelden gezien. Hier gaan we ook nog die citrus. Oh ja, citrus, lemmetje en ja, zo. Ja. Hun aanplant. En Yoda Savanna. Ik zei dat ze morgen paraan met je waaier veld. Oké. Zandel naar veld. Lemmetje. Citroen. Citroen. Ja. Lemmetje en citroen. Ja. Een mooi lemmetje heb je daar, joh. Ja. Wat doe je zo? Dat mag je voeren. En dan je wang er ook al, zo? Fosie mi won be oro ko won de se o ma mi na ngade ki barok mi o pa he goron ya so prani ma de tramo ya eh mala sanja o prana an ya ma mi star ok de tramo si on se boy drape to ok de ya won forma ja foto drape de ma oro ko drape ok fosie mi won be de oro ko be na foyari da mi te tu ingi boy ja so mi na ngami de ma oro ko tramo. Ja. Mooi veld, man. Ja. De omessina's boven ongeveer dit jaar. Ook goed dat ongeveer kan de 15 barki. Ja. Nagading. Lemmetje. Nagading. Nou, dit is hier goed dat ik 15 barki toe. Boy. Aye. Wauw. En wat denk je ook? Meestal wil ik lukken, want dit is niet de fase. De man meki, maar de man ook zo bon toch. Samsa? Meestal de mij kon zo te spons. Oh. Wat dat dat eduk? Want enkel ik kan apprans zo samen met je mee toch. Oh. Maar mijn look de eten toch. Oh ja. A spons. Ja. Maar meestal weet ik geen voor mix-up. Mhm. Zeg je toch.
Jullie weten man. Ja. Hier over de Joden Savannah. Zoals vermoedelijk bedoeld voor de vrije mensen van Afrikaanse en gemengde afkomst. Hoewel een aantal graven van voor de afschaffing van de slavernij is, betreft het geen slavenbegraafplaats. Over het algemeen werden slaven namelijk op de plantages begraven. En zeker niet op zo'n prominente plek in het hart van de gemeenschap. Hé? Serieus zo? Juffo, je vraagt hoe oud. Kijk, als je kijkt, hier staat vanaf 1931. Kan je de naam lezen? Louisa K. Lobles. Is een Jood geweest. Dus vanaf 1931, hij was hij nu in? 2018. Wow. S'avonds is een mooie boswandeling. Heel mooi. Heel mooi. Ja man. Je weet dat we nog een eentje te lopen hebben. Hè? Maar kijk, is er ook... Dat is ook een grap. Moussap. Waar? Dit zijn voor Boy, je me kies pas krekkie boy ervoor. Die dingen van dit die... Dit zijn voor die pina-hutjes toch. Dat is mijn drieën. Wordt gedroogd. Ja, zo wordt het gedroogd. Ja, zo. Maar je me kies krekkie boy. Hier is hij naar hoge. Ervoor. Daar was hij hier naar hoge. Oh, hier. Dit was het toen. Dit hier was het. Oh, zo was ja, het. Ja, dit was het. En dit is het nu. Riffo, hoe ben je nou ikba? Wat is boy? No, want ik moet naar de stad, ik moet voorbereiden gaan treffen voor morgen. Ik zei brede. Broodjes man! Oké, jullie hebben 100% genoten van Milton en zijn winkel. Je hebt gezien dat zelf de beste gynaecoloog ook zijn innerlijke rust hier is komen zoeken. We hebben de ananassen gedaan. De Joden Savannah, je hebt de synagoge gezien. En wat hebben we nog meer gedaan? Wat hebben we nog meer gedaan ervoor? Behalve ananas, Milton, de kapitein. De kapitein. De bashas. De bashas hebben jullie gezien. En de citrusveld, of het citrusveld van Joden Savannah River Resort. Probeer het een keer. Geloof me, het gaat jou goed doen. Probeer het. Geniet van Suriname. Geniet van Suriname. Het is jouw land. Het is mijn land. Geniet van je eigen land. Kom naar hier, man. Oké, speels.
Ranger met Electronic Stability Control zorgt voor sublieme wegligging, ook met een zware trailer. De sterke 200 pk dieselmotor zorgt voor trekkracht als u die nodig heeft. De Ford Ranger heeft de best-in-class doorwaarddiepte 800 mm. De best-in-class ground clearance. Het beste rijcomfort in zijn klasse on- en off-road. De Ranger is de enige met 7 airbags. De veiligste dus. De Ford Ranger is uit voorraad leverbaar bij de officiële Ford dealer SCMC Motors met 5 jaar garantie en top after-sales service. Kom langs bij onze showroom aan de Kernkampweg 36 voor een testrit in uw droomauto. De Ford Ranger, built to take on your world.